De mobiele hijskraan die afgelopen weekend werd gestolen in Velsen Noord is aangetroffen bij een sloperij in Kootse Tille. De kraan was na de diefstal voor het laatst gezien in de omgeving van Drachten. Het sloopbedrijf heeft de kraan deze week aangeboden gekregen en ingekocht. Het opvallende voertuig zou er oud uit hebben gezien. Omdat het bedrijf al vaker aparte dingen inkoopt, vonden ze het niet opvallend dat er een oude hijskraan werd aangeboden. Bij het inkopen van ijzer wordt niet om legitimatie gevraagd, er wordt enkele naam van de verkoper op de bon gezet. De politie is na een tip naar het bedrijf in Tille gegaan en heeft de plaatse een onderzoek ingesteld. De kraan bleek al volledig gesloopt te zijn. Het enige wat er nog werd aangetroffen zijn stukken ijzer. Een 21-jarige man uit droge ham is aangehouden op verdenking van het doorverkopen van de kraan. Hij zit nog vast op het politiebureau. De man is een familielid van de eigenaar van het sloopbedrijf. Wie de kraan heeft gestolen, wordt nog onderzocht door de politie.